Ja, ik vind dat zelf heel erg eigenlijk. En we hebben hier echt te maken met letterlijk het overleven van de wereld, van de mensheid. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat in een land waar Shell zoveel invloed heeft, ook in politieke zin, er toch een korte termijn belang is om die fossiele industrie draaiende te houden. Het is begrijpelijk hoor dat industrieën lobbyen voor hun eigen belangen. Alleen de vraag is, waar hangen de oren van de politiek naar? Een simpel voorbeeld, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van de VVD, een van de partijen die aan het regeren is, dan komt het woord klimaat twee keer voor volgens mij. En dan gaat het om ondernemingsklimaat. Dus niet om klimaatverandering. Laten we de PVV nemen, een partij die, ja, ook belangrijk inderdaad. De PVV, een partij die ook heel veel invloed gehad als het gaat om het verschuiven van normen in Nederland, die ook heeft meegeregeerd via gedoogkabinetten. Zij hebben het over een klimaathysterie. Ze ontkennen de feiten. Het is net alsof je zegt de wereld is plat. Dat is waar het om gaat. En dat zijpelt ook door in de rest van de maatschappij. Ja, oké, maar jij hebt het dan over de VVD en de PVV. Maar zo'n 10 jaar terug, iets eerder misschien, heeft Laurens-Jan Brinkhorst gewoon van D66 bedacht dat we nieuwe kolencentrales moesten hebben. Ja. Dus uiteindelijk in een balken en de kabinet is daar het groene licht voor gegeven. Ja. Ik bedoel, dat zijn geen superrechtse partijen. Nee, klopt. Nee, ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet selectief zijn in mijn kritiek op de politiek. Het over de hele breedte hebben we het laten liggen. Integendeel inderdaad. Hè. We hebben zelfs meer geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Ik kan heel boos om worden. Hè. Want het gaat om het overleven van onze kinderen en kleinkinderen. De politieke urgentie, die is er gewoon niet. Maar die kolen...